Bonjour et bienvenue à bord du Club Med 2. Donc, je suis votre commandant et tout au long de cette semaine, je serai votre amphitryon pour vous présenter toutes ces magnifiques escales au travers des Caraïbes. Gisteravond zijn we vertrokken in Martinique voor een cruise van 8 dagen. Club Med noemt het exclusief genieten. Ik ben er klaar voor. Het zal wel zijn dat. We vertrokken dus in Martinique, in het hart van de Caraïbe. En de volgende 8 dagen doen we aan Island Hoppen om te eindigen in de Dominicaanse Republiek. Zet u rustig neer, dit wordt de moeite. La soleil radieux que nous approchons de Marie Galante, donc l'île du Rhum, et nous allons passer une très très bonne journée sur cette île. Een cruiseschip kan niet aanleggen natuurlijk, dus gaat het met een shuttleboot eerst naar het vasteland. Eerste halte dus Marie Galante. En bij de eerste stappen aan wal is het altijd even horen welke taal de mensen spreken. Soyez le bienvenu sur l'île de Marie Galante. Goed, dat is dus de Franse taalknobbel. Kleine eilandjes leven van de cruistoeristen. Je wordt dan ook bijzonder hartelijk verwelkomd. Al schuilt er achter de hartelijkheid uiteraard ook de kleine middenstandsglimlach. Ja, ja, ook hier kraampjes genoeg om uitgebreid te souvenirshoppen. Marie Galante dus, een eiland van 13.000 inwoners, deel van de Franse Guadeloupe-eilanden. Uiteraard ook hier de wuivende palmbomen, maar het is niet echt een lig-op-het-strand-eiland. De natuurlijke rijkdom hier is het suikerriet. En dat vonden de Fransen in de 18e eeuw bijzonder interessant. Dominique Murat bouwde dit kasteel, want suikerriet was toen big business. Het is toch eigenlijk een onwaarschijnlijk gebouw. Het is een ruïne, het is 100 jaar oud. Maar het straalt nog altijd zo'n Franse arrogantie uit van kijk, zie mij hier staan op Marie Galante met dat uitzicht. Nu, het was vroeger het huis van de burgemeester en dat waren slavenhuisjes. Want het was hier een suikerrietplantage. En de slaven hebben gelijk gekregen, want de burgemeester en zijn huis zijn Fuji. En het suikerriet is nu nog altijd de siroop van de economie hier op Marie Galante. Het eiland Marie Galante wordt ook La Galette, of de pannenkoek, genoemd. Het is plat, mooi rond en vol dus met dat zoete spul. Alles wat landbouw betreft leeft van de suikerrietteelt, voor de voedselvoorziening uiteraard. Maar het belangrijkste wat ze ermee doen is ook veruit het lekkerste. Depuis 1929, nous faisons du rhum agricole. Contrairement au rhum traditionnel, dit traditionnel, qui est du rhum de mélasse. La mélasse étant un sous-produit de la fabrication du sucre. L'originalité des distilleries agricoles, c'est de faire du rhum avec du pur jus de canne distillé. Donc c'est du pur jus de fruits. Quelle est la manière pour boire du vrai rhum? La façon traditionnelle de boire le rhum agricole à Marie Galante est une façon avec un fond de citron et de sirop de sucre dans le verre, avec de la glace pilée, voilà. À la vôtre. C'est fort, hein? 60 degrés? 59. 59, ouais, c'est beaucoup. Mais c'est bon. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij een cruise. Het is nu 3:30 in de namiddag en we moeten terug, want om 4:00 vertrekt de boot. Nu, het grote voordeel is aan Marie Galante, het is klein genoeg, dus je kan perfect op één dag het eiland verkennen. En de dag is nog niet om, natuurlijk. Nee, want de Club Met filosofie is duidelijk. Onze gasten mogen zich geen seconde vervelen en zolang er vrouwen met pluimen zijn, zal dat ook niet snel gebeuren. De eerste avond is er traditioneel ook de welkomstdrink van de kapitein. Bonjour, nous approchons maintenant de l'île de Virgin Gorda, notre escale d'aujourd'hui. Cette île fait partie des îles Vierges britanniques, c'est une île où l'on parle l'anglais. Et comme vous le constatez, il fait toujours aussi beau, le soleil est toujours au rendez-vous, avec une température toujours aussi agréable aux alentours de 26 degrés. Welcome to Virgin Gorda. Goedemorgen. De ochtendstond in Virgin Gorda heeft echt wel goud in de mond. En gisteren spraken ze Frans, vandaag is dat Engels. And this is Great Britain, right? Yeah, and this is Britain still. Ah, okay. So you drive on the left side of the road. Right. And you pay with? US dollar because they're close to the US Virgin Island, that's why. And okay. Far left, we have Necker Island, one of the rich and famous islands, owned by Branson. Virgin, Richard Branson. Richard Branson. Really?
He just have built one of the best swimming pool on the island. And have you seen Richard Branson? Yeah, very nice guy. Yeah? Yeah. He don't dress. Short pants, short tie in front, a twisted hat, two drag shoe. That's the only way he dress when he here. Een week op het privé-eiland kost je €250.000. Een koopje. Het eiland Virgin Gorda is dus deel van de Britse Maagdeneilanden. En die zijn nog altijd deel van Groot-Brittannië, maar wel met een grote onafhankelijkheid. De toeristische attractie hier is dit. De Bats. Een geologisch wonder. Het lijkt alsof het hier ooit geweldig grote stenen heeft geregend. Want je wandelt op en onder immense rotsblokken richting Devil's Bay. Je kan het hier allemaal geweldig wetenschappelijk beginnen uitleggen. Dit zijn granietstenen. Vroeger zat daar lava rond. Die lava is dan weggeërodeerd. Maar eigenlijk moet je gewoon zeggen, verdomme. Het is hier, hey, het is hier, hè. Het is hier mooi. De toerist uithangen is een bijzonder intense, vermoeiende bezigheid. Dus als je terugkomt, staat de barbecue klaar om je weer op krachten te brengen. Club met alles erop en eraan. En na het overheerlijke dessert kan je geweldig gratis watersporten. Letterlijk alles is geregeld en dat is voor de echte relax-toerist een droom. Wie houdt van de wat meer rock'n'roll manier van reizen, gaat dit overgeorganiseerd en zelfs een beetje decadent vinden. Virgin Gorda, ofwel de dikke maagd, maar wel een hele mooie. Uiteraard is er aan boord een activiteit, want je zou je maar eens moeten vervelen. De tea time om 16 uur op het achterdek. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Jos Van Dijk. Cette île qui est toujours dans les îles Vierges britanniques tient son nom d'un pirate hollandais. Alors attention aux pirates sur la plage. Ja, ja, de kapitein had zijn lolbroekje aan die dag. En terecht, want het is weer een topper. Welkom to Jos Van Dijk. Jos Van Dijk was dan wel een Nederlands zeerover, maar ook dit is wel degelijk een deel van de Britse Maagdeneilanden. Ook hier spreken de mensen dus Engels en de bekendste mens is Foxy. Are you Foxy? Yes, that's what they call me, Foxy. This is your place? No, it's our place, it's the people's place. Ah, okay. Yeah, I'm only in charge for a while. I'm from Belgium, can you play a song from Brussels or Antwerp or something like that? Oh yes, it's so much of fun to sing you a song about Belgium. I'm gonna tell you this without any fear. I know that they got themselves a golden square. Check it, I am not Jack Horner, but they got a little black man pissing on the corner. Yes, I want you to listen. You listen to this. They call that little black man the mannequin. Foxy is niet alleen zanger, maar ook de baas van de wereldbekende strandbar Foxy's. En daar durft het al eens uit de hand lopen. If you visited Foxy's, you have to leave your shirt here. Oh, really? So he's asking you to take your shirt off, I guess. Yeah. And leaving it. Oh, I suppose I could. Body bunny. So, with a message to the front. There you go, baby. Give me a kiss. Vlaanderen vakantieland. Vereeuwigd. Ze noemen het hier het publieke zwembad van Jos Van Dijk. En het is heel speciaal, want meters hoge golven uit de Caraïbische Zee komen hier binnen en slaan kapot op de rotsen. Het is fantastisch. In België zou het bijzonder verboden zijn om te zwemmen, maar hier is het Caribbean style. En dat is, doe gerust, amuseer u en trek u er vooral niet te veel van aan.
of pollution, lots of time for sailing and walking barefoot in the sun. Joost van Dijk, een piepklein eiland met amper 200 inwoners, maar er zijn wel meer dan 20 cafés. Ik moet er geen tekeningetje bij maken, hè. Akkoord, het is geweldig cliché, maar kom, dit nummer heet Conquest of Paradise. En die titel vat het gewoon allemaal geweldig samen.